het hoofdpodium dat gaat hier plaatsvinden. Dus hier komt er dan een podium en dan zal het publiek daar gaan staan. Dus echt daar waar die auto's rijden. En dan hebben we ook nog het terrein hier ook. Hier zullen dan meerdere tenten komen te staan. Zowel de culicorner waar dus verschillende hapjes verkrijgbaar zijn. Kindertent zal hier komen. Er zal hier een playground komen. En een make tent waar alles rondom mode gedaan wordt. Jij verdient meer dan dit. Kan je niet bieden wat je hart begeert. Heb weinig tijd, niet dat ik jou negeer. Baby, denk niet dat ik niet aan je denk. Maar ik denk ook aan de money en de fame. Dat is geld, geld is de sleutel. Hoe is het om in je eigen wijk op te treden? Het is altijd speciaal om in je eigen wijk op te treden. Want je kan gewoon familie roepen, bekende gezichten. En die jongens doen dan altijd met je mee. En het wordt altijd gewoon chaos, laat ik het zeggen. En het is altijd gezellig met hen. Time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. We hebben net Inshallah gehoord van Maher Zain. Gaan jullie dat ook optreden? Ja, dat is een van de nummers die we samen gaan optreden. Wij zijn onderdeel van culturele caravan Young Talent. Wat houdt dat precies in? Dat allemaal verschillende culturen bij elkaar komen. Bijvoorbeeld, ik ben Marokkaans en islamitisch en ik zing zeg maar nummers van Maher Zain. Lights go out and I can't be saved. Tides that I try to swim against. Kun je iets vertellen over wat je aanspreekt in dit festival? Ik vind het sowieso heel erg leuk dat het eigenlijk in mijn eigen omgeving is. Gewoon in Utrecht-Zuid, waar ik zelf ook woon. Ik heb altijd wel een beetje interesse gehad voor culturele festivals met wereldmuziek. En om te proeven van andere muziekstijlen en andere landen en culturen. Dus dat spreekt mezelf heel erg aan dit festival. The first time you took me out on a sunny day to the boulevard, and I remember that you bought me shades. Hoe is het voor jou om in Kanaaleiland op te treden? Het voelt als terug thuis, want ik woon elders Utrecht. Dus dat is altijd wel weer leuk, dat ik toch wel weer mag optreden waar ik ben opgegroeid. Ik denk dat dat voor iedereen ook wel een beetje speelt. Als je toch uitgenodigd wordt door... Ja, geboorteplaats.